Hallo iedereen, ik ben Mathieu de Klerk en vandaag ben ik hier in Nossenheim. Vorig jaar heb ik hier ook gereden, toen was Sepp tweede en was ik achtste. Het is nu 3 uurtjes voor de wedstrijd en we gaan nu het parcours gaan verkennen. Let's go! Het is even aanschuiven aan de toegangscontrole voor we op het parcours kunnen. Zoals bij alle wedstrijden bedraagt de toegangsgeld 12 euro voor de renners en 8 euro voor de bezoekers. Als renner krijg je 5 euro terug wanneer je je rugnummer terug indient. Het leuke is dat deze cross de patattencross heet en dat je als finisher ook een zak aardappelen krijgt. We krijgen een rennerskaart en een polsbandje en nu kunnen we op het parcours. De grond ligt er zeer hard en hobbelig bij door het droge weer. Op dit stuk rijden we richting de start- en aankomststrook die mooi lang en breed is. Er zal hier een serieuze snelheid kunnen ontwikkeld worden in de richting van de eerste bocht. Na de eerste bocht is er een leuk wasbord. In deze strook is het wat draaien en keren en zal het moeilijk zijn om voorbij te steken. Er is ook redelijk wat hoogteverschil, maar alles is makkelijk te nemen met de fiets. Nieuw is deze schuine kant en ook hier is het onmogelijk om voorbij te steken. Het parcours komt me nog zeer bekend voor van vorig jaar, al zijn de omstandigheden nu toch heel wat droger. Ik heb nu al door dat het een razendsnelle wedstrijd gaat worden voor de mannen met veel kracht in de benen. Ik heb nu ongeveer 3 kwartier verkend en opgewarmd en de D-renners staan al klaar voor de start, dus nu ga ik van het parcours. Voilà, ik heb het parcours verkend. Ik ga nu eerst even verschijnen dat de D-renners starten. De start van de D-renners leert me dat je toch behoorlijk wat snelheid kunt maken en goed kunt voorbijsteken in de startstrook. De eerste bocht ligt er al dadelijk heel stoffig, maar ook wat verraderlijk bij. Het parcours is toch wel een beetje veranderd buiten vorig jaar. Het ligt heel stoffig. Ik heb nu opgewarmd met chicane-tuben. Ik heb nu 1,2 bar zitten. Dat is niet zoveel, maar ik heb daarvoor gekozen omdat het toch wel ook heel hobbelig ligt en dat ik een beetje comfort wil op de fiets. Er zijn ook enkele nieuwe passages, zoals de schuine kant daar en een paar bochten die verschillend zijn. De start gaat heel belangrijk zijn, omdat vlak na de start, na de eerste bocht, ligt er al een wasbord en dan de schuine kant. Dus het gaat heel cruciaal zijn om daar in een goede positie te zitten. En het gaat vooral, zoals al iedere week tot nu toe, heel snel zijn. Ja, omdat het heel droog ligt en bijna niet heeft geregend. Het is nu 2 uurtjes voor de wedstrijd en ik ga me nu gaan inschrijven. Ik teken het aanwezigheidsblad en dan kan ik drukken op de nummerpicker op de iPad om mijn startpositie te kennen. De lottonummers van vandaag. Ik heb nummertje 27 getrokken. Dat is redelijk goed. Ik denk dat dat 2e of 3e rij is, dus ik ben daar wel blij mee. Ik heb rugnummer 23 en ik ga nu naar de auto gaan om mij om te kleden. Ik heb net mijn rugnummer opgespeld op mijn wedstrijdkledij en die ga ik nu aandoen. Het is vandaag wel een beetje anders dan normaal, want ik ga met deze tuben starten. Maar dat zijn eigenlijk de enige tuben waarmee ik op mijn rollen ga rijden, want andere maken veel te veel lawaai en is veel lastiger om te rijden door het grove profiel. Dus ik moet deze eerst hard oppompen om dan op de rol te rijden. En ik moet ze dan weer terugzetten op 1-2 voor naar de wedstrijd te gaan. De taks losse rollen zijn makkelijk mee te nemen omdat je deze kunt inklikken. Vroeger warmde ik niet op rollen, maar ik heb mijn mening in de loop van de jaren moeten herzien. Het is nu 1.5 uur voor de start. Ik ga nu 10 minuutjes op mijn rollen opwarmen om dan te vertrekken naar de start. Ik warm altijd ongeveer 10 minuten op en dan doe ik een 3-tal korte inspanningen van 15 à 20 seconden om mijn benen te laten wennen aan de wedstrijdomstandigheden. Zo, nog 20 minuutjes voor de start. Nu moet ik nog mijn tubejuist zetten en dan ga ik naar de start. Even later worden we geroepen om naar de startplaats te gaan. We zijn met 35 deelnemers voor deze wedstrijd. Eén voor één worden we afgeroepen volgens de volgorde van de lottrekking en zoals verwacht mag ik van op de 2e startrij vertrekken.
Ik kies ervoor om in het wiel van de topfavoriet Hille Jeun te gaan staan. Hij won dit jaar al bijna iedere wedstrijd waaraan hij deelnam. En we zijn vertrokken. Het duurt even voordat ik vrije doorgaan heb, maar na een vijftigtal meter kan ik goed versnellen en wanneer we de bocht indraaien zit ik op de zesde plaats. Ik zie dat Seppe Sprangers de kopstart heeft genomen met Hille Jeun in het wiel. Verder zie ik ook dat Brent Lippens voor mij zit. De favorieten zitten dus al duidelijk vooraan. Vlak voor de bocht kan ik Emilien Verheugen inhalen en nu zit ik vijfde. Brent haalt vlak voor de schuine kant de renner voor hem in. Ik probeer dit ook, maar het lukt me net niet, waardoor ik wat moet wachten. Op het smalle parcours is het niet makkelijk om in te halen. Ik probeer het een paar keer, maar zonder resultaat. Bij het uitrijden van het bos zie ik dat Hille Jeun pech heeft. Zijn ketting is afgevallen en hierdoor schuif ik op naar de vierde plaats. Wanneer we de materiaalpost voorbij steken, zit ik vierde, op de voet gevolgd door Dario Ingels en Miel de Klerk. De jongen voor mij heeft het op de hellende stroof moeilijk om het tempo van Seppe en Brent te volgen. En ik rij hem zo snel mogelijk voorbij of ik mis de aansluiting vooraan. Ik kan tot bij Seppe rijden in derde positie, maar ik zie dat Brent al een voorsprong heeft kunnen nemen wanneer we aan de tweede ronde beginnen. Het tempo op deze baan ligt boven de 40 km per uur. Aan de schuine kant heb ik een goed overzicht waar de andere deelnemers zitten en ik zie dat we maar een kleine voorsprong hebben op een aantal sterke renners. We rijden voor wat we waard zijn, maar Brent rijdt verder van ons weg. Vlak voor de materiaalpost steekt Miel de Klerk mij voorbij en ik ben nu terug vierde. We zijn nu met een groepje van vijf renners in de achtervolging op Brent Lippens. In de laatste strook voor de finishlijn plaatsen we een demarrage en het tempo gaat sterk de hoogte in. Ik ben even verrast en moet een haartje dichtrijden op Seppe en Miel. Ik zit nog altijd goed in de wedstrijd voor de ereplaatsen. We hebben nog drie ronden te gaan in deze supersnelle wedstrijd. In het bos zit ik nog altijd goed in het spoor van Seppe, maar Miel heeft op zijn beurt afstand van ons kunnen nemen. We rijden nu voor de vierde plaats. Aan de materiaalpost zijn we met een groepje van vier in de achtervolging op de drie leiders. We volgen op een vijftiental seconden van de kop van de wedstrijd. Ik voel me nog goed en ik probeer mijn deel van het werk te doen en voor het inhalen van de vierde ronde zet ik mij op kop van de groep. Vlak voor de schuine kant komt Dima Roos mij voorbij en ik zit terug op de vijfde plaats. Het is duidelijk dat we niet meer bij de koplopers gaan komen, het podium zit er niet meer in, maar wel een top 5 plaats. In het bos kan ik het tempo van Dima goed volgen, maar op de rechte stukken heb ik het iets moeilijker. Op de hellende stroom voorbij de materiaalpost kan ik echter iedere keer de aansluiting vinden, maar dit kost me krachten. Wanneer we de laatste ronde ingaan, neem ik terug de koppositie in van ons groepje, wat misschien niet de beste keuze was. In de laatste bocht, voordat we naar een technische strook gaan, passeert Toon de Peuter mij met Lorenz Evens in zijn spoor. Ik zit nu zesde en het zal moeilijk worden om ze terug voorbij te steken. Ik krijg het wat moeilijker en ook Dario Ingels steekt me voorbij. Aan de materiaalpost heb ik terug een vijftal seconden achterstand, maar op de hellende strook erachter zet ik alles op alles en rijk het haartje in één ruk terug dicht. Ik zit nu terug in het spoor en hoop om nog een plaats te winnen in de sprint, maar ik heb geen spurt meer in de benen en word zevende. Ik ben echt wat tevreden van mijn wedstrijd. Ik denk dat ik een beetje tijd verloren heb rond de tweede ronde. Dat ik daar eigenlijk had moeten doorrijden. Ik zat eigenlijk heel de tijd vierde. Op het einde van de laatste ronde kwamen er nog twee renners voorbij. En ik heb er jammer genoeg niet meer voor kunnen gaan. Maar ik vond dat ik technisch goed reed. En ook gewoon op de lange rechte stukken kon ik goed tempo volgen. Ik kom nog net iets te kort. Maar ik denk dat dat binnen een paar weken wel goed komt. Bedankt allemaal om te kijken. En niet vergeten, like en subscribe.